Oké, beste mensen, en dan volgt hier weer paragraaf 16 van de narratio van Cicero's Pro Sexto Roscio Amerino. Wat heeft Sextus Roscius senior allemaal uitgesproken tijdens de burgeroorlog tussen Sulla en Marius? We gaan het nu lezen. Hic cum omni tempore nobilitatis fautor fuisset, tum hoc tumulto proximo, cum omnium nobilium dignitas et salus in discrimine veniret, praeter ceteros in evicinitate eam partem causam quo opera studio autoritate defendit. Hic, deze, het is dus Sextus Roscius senior, aangezien hij, Lomberg werd aangezien vertaald, is cum et cognitivus, aangezien hij op elk moment, elke tijd, altijd een fouter, een ondersteuner, een fan, een beschermer, whatever, van de nobilitas, van de adel, was geweest, hè, cognitivus plusquamperfectum, de adel in de zin van, in metonymische zin, niet zozeer iemand zijn edele inborst of zo, nee, gewoon de adel als in de mensen, dus dat is een abstractum pro concreto, wat wij tegenwoordig ook altijd gebruiken, dus een soort versteende metonymie, maar ook dat terzijde, altijd een fan van de adel was geweest. Wat deed hij? Toen, tijdens dat dit zeer nabije tumult, deze zeer nabije onrust, met een ablatieve schreef gewoon het tijds aan, een tijdsbepaling aan, en dan wordt nog even verduidelijkt dit toen met het koemetje hier zo, toen van alle edelen de waardigheid en de redding in gevaar kwam, cognitivus imperfectum hier zo, gewoon met cum. Dit is wel gewoon eigenlijk meer een tijdsbepaling, een situatiebepaling. Door dus die burgeroorlog tussen de nobiles en de populares, de tegenstanders. Toen defendit, toen verdedigde hij, in dit geval zijn perfectum moet het wel zijn, verdedigde hij, dat is dus onze Sextus Roscius senior, meer dan andere, praeter ceteros, meer dan andere, boven anderen, boven de overigen, in ea vicinitate, in die omgeving, vicinitas hebben we al eerder gezien, vicinity in het Engels, in die omgeving, dus de omgeving van Ameria, die partem causamque, die partij en die zaak, oftewel de partij van de optimaten, de nobiles, en hun belang. Causa kan ook belang zijn. Dus die partij en dat belang, verdedigt hij altijd. Opera studio autoritate. Allemaal ablatives. Met inspanning, met ijver en met gezag. Autoriteit. Dit is natuurlijk een mooie tricolon met asyndeton ertussenin, zonder verbindingswoordjes. En natuurlijk ook een soort van climax, inspanning, ijver en autoriteit, want vooral die laatste is echt sterk. Die eerste twee zijn bijna synoniem. Dit is meer wat die uitstraalt, als het ware. Dit is natuurlijk ook een beetje het frame waar die in geplaatst wordt. Het is eigenlijk al de hele tijd aan de gang hoor, in deze narratio. Cicero framed Roscius senior als een optimaat, als een fan van Sulla. En eigenlijk net als de nobiles vooraanstaand zijn in Rome, dus de optimaten, is hij als equus, als ridder, dan maar dan nog, hetzelfde soort positie, maar dan in Ameria. Goed, hij heeft altijd de optimaten ondersteund, wordt er gezegd. Etenim rectum putabat pro eorum honestate se pugnare, propter quos ipse honestissimus inter suos nominabatus. En kan ik zeggen, hij vond het juist, hij meende dat het juist was, hij vond het juist, of er moet een S aan toevoegen, hij meende dat het juist was. Wat dan? Nou, dat wordt weergegeven met een ASI. Dat hij zelf dus, dat gaat altijd over het onderwerp, dus senior weer, dat hij zelf vocht, moet er natuurlijk als een infinitivus in de ASI moet natuurlijk vertalen met dezelfde tijd als persoonsvorm, dus dat hij zelf vocht. Pro honestate, je ziet hier de
Pro met de ablativus altijd staan, maar dat eorum tussenin. Maar de ablativus die wordt veroorzaakt door pro, dus voor de eerbiedwaardigheid, voor de eer, eorum van hen. En wie die hen zijn, dat zijn natuurlijk de optimaten, want daar heeft hij voor gevochten, maar daar wordt uitgelegd eorum propter quos. Propter quos is zoiets als vanwege wie, we kunnen weten ook zeggen dankzij wie. Dus voor de eer van hen, dankzij wie hij zelf als meest geëerde werd beschouwd tussen of te midden van de zijnen. Even iets over die dingetjes. Dit is natuurlijk een superlatieus van honestus. En honos, honor of honestas is natuurlijk eer of eerbied. Eerbiedwaardigheid. Honestus betekent eerbiedig of geëerd. Hier superlatieus, meest geëerd. Numerare is dus als tellen, maar kan ook zijn tellen onder iets. Oftewel beschouwen als iets. Dus hier, hij werd beschouwd, imperfect en passief, als meest geëerd inter suos, te midden van de sui. En moet je erbij denken, inter suos homines, dus te midden van zijn mensen. En wie die mensen dan zijn, dat zijn natuurlijk inwoners van Ameria. Want te midden van hen was hij de honestissimus, de meest geëerde. En dat kwam door zijn vriendschappen en relaties met die optimaten in Rome, die allermachtigste van het hele land. En daardoor voelde zich ook een soort van ja, dankbaar, maar ook het was zijn plicht bijna iets voor terug te doen, voor dank voor die vriendschap, om voor hun te vechten ook in Emilia en ook in de omgeving daarvan. Even kijken of ik nog iets over wil zeggen. Met die woorden honestas, honestissimus en dat soort woorden wordt natuurlijk heel veel gespeeld. Honor enzovoort, dat hebben we ook wel eerder geloof ik gezien. Allemaal verwante woorden, dat noem je ook wel een polyptoton, dus een stijlfiguur wat je op school niet hoeft te kennen. Maar dat is eigenlijk een soort van, ja, het is niet echt een woorspeling, maar een soort van herhaling van het woord, maar dan in een beetje een andere soort gevorm. Bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een zelfstandig naamwoord, maar dat heel verwant is. In ieder geval, dat kan ook het effect hebben om dat begrip even wat extra aan te zetten. Overigens, de term honestissimus werd heel vaak gebruikt voor equites, voor ridders. Zij waren dan de honestissimus van hun dorp of van hun gemeente, zou je kunnen zeggen. Goed, dat is wat hij dus gedaan heeft tijdens de burgeroorlog. Heeft hij altijd eigenlijk voor de optimaten gestreden. Dat vond hij ook juist. Maar wat gebeurde er dan na de burgeroorlog? Nou, dat gaan wij nog even zien in het volgende filmpje. Tot dan!